Dag Hella. Goedemiddag. Goedemiddag in Antwerpen. Ja. Met een schoon initiatief, hè? Ja, Hella Goes Lifestyle. Dat is een dag waar mijn verleden en mijn elkaar ontmoeten. Omdat het ook sectoroverlappend is. In die zin van sport, health and beauty, fashion, food and drinks. Dat gaat allemaal hand in hand. En ik evolueer meer die richting uit. En ik wil vooral mijn klanten en mijn partners en mijn leveranciers in de kijker brengen, omdat zij dat verdienen. Ik wil hen ook danken voor het geloof en vertrouwen in mij. En het is vooral een belevingsnamiddag waar ik mijn contacten in contact breng met elkaar. Netwerken noemen ze dat, hè. En er worden heel wat demonstraties en kliniek. Wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen? En zo leren de mensen mijn klanten kennen. Alle Jambers? Een beetje een steek van Jambers, ja. Ik vroeg net aan Eddie. Wat is de bedoeling hiervan? Je zei, Hella wil haar mensen zo'n beetje bedanken die voor haar belangrijk waren. Zo zit het, hè? Ik wil mijn partners en klanten bedanken voor het vertrouwen en geloof, voor de medewerking. Want zij verdienen wel de spotlights. Ja, ik vroeg ook aan Eddie. Hella, je was net bezig over dat zwart gat. Genoeg mensen rond mij, maar of ik de topsport mis? Nee. Ik kan het ook niet meer opbrengen. Been there, done that. Ik heb nu andere prioriteiten en interesses. En ik vind wel voldoening in mijn tweede leven. En de blijdschap is op een ander vlak. En ik geef wel eerlijk toe dat de euforie van de topsport, dat je dat niet terugvindt in het dagelijkse leven. Maar ik heb daar ook geen nood meer aan. Ja, maakt die topsport een mens harder in zijn leven? Harder, sterker vooral. Het geeft je inzichten en doorzichten. Dat is ook... Inzichten in de mensen dan? Ja, en alles, hè. Mensen, milieus en samenwerkingen. Het is ook hoe... Het is de universiteit van het leven, hè. Het is een snelcursus van het leven. Ja, mama stond naast jou op het podium met bloemen voor jou. Wat doet dat een mens? Ja, dat was een leuke verrassing, hè. Meestal ben ik degene die initiatief neemt en die bloemen schenkt of de mensen verrast. Ik ben ook meestal degene die de touwtjes in handen heeft, maar ik heb ook geen probleem om de touwtjes los te laten. Ja, dat was een leuke verrassing. Ik hou van verrassingen. Ja. En Eddie, wat betekent hij nog in uw leven op dit moment? Ja, toen ik Eddie bedankte daarnet, ontstond er een spontaan applaus. En terecht, hè. Eddie is de man die al 28 jaar aan mijn zijde staat. Die goed voor mij zorgt. Ik zorg goed voor hem. En dat is onbetaalbare waarde. Ja. Kan je hem in één woord of twee of drie woorden omschrijven, heel kort? Een engelbewaarder. Dag Eddie. Goeie namiddag. Ja, goeie namiddag in Antwerpen. Ja, in Antwerpen. Een man uit Lucristi in Antwerpen. Ja. We hebben een goede samenwerking met de mensen van het hotel hier. En je staat er niet alleen, je staat hier ook met Hella, uiteraard. Hoe is die band nog tussen jullie? Altijd zo'n beetje heel close geweest, nog altijd zo? We werken al 28 jaar samen, 16 jaar op de mat, nu naast de mat. Het is iedere dag iets anders. We hebben nooit hetzelfde werk dat de mensen willen weten wat. Ze kunnen op haar Facebook, daar kun je alles volgen. Het werkt goed wanneer je gelukkig bent. En ik zie dat ze gelukkig is. Ja, laatste vraagje. Ik denk, Eddie, moest er nu aan bras zijn tussen jullie twee. En er is een match tussen jullie op de mat dan. Wie gaat er winnen? We doen dat niet meer. Maar stel nu, zou ze nog winnen van je of omgekeerd? Oh, natuurlijk, ik ben nu na de 70. Dus voor mij, judo hoeft er meer. Volg je dat nog een beetje? Op verre afstand, maar eigenlijk niet zo veel. Ja, allerlaatste vraagje. Ja. Bekende mensen zijn verwacht vandaag. Grote namen? Veronique de Kok, dingen zat beloofd. Joy de Groot, Wolbru, Sergio is hier al. Ja. Advocaat is hier al. Van Steenbrugge. Ja. Dus, is dat al aan de gin, heb ik gezien? Ja, maar dat is de bedoeling. De bedoeling is, bedien u. Ja, een beetje buiten uw vak. Hey, joh. Ja, oké. Okay. Wel bedankt dat u succes nog, hè. Dank u wel. Zie je.
Goedemiddag Joachim. Goedemiddag, goedemiddag. Ja, u staat hier met Chariot by Duvel. Ja, eigenlijk Chariot by Duvel is op zijn Frans een beetje Chariot, hè, de vroegere serveerwagen. Jules Clark, Chariot. Voilà, voilà. Hè, dat waren eigenlijk de Chariots waar dat ze mee rondging in de restaurants. En we staan hier inderdaad met Chariot by Duvel omdat we een beetje aan bier en food pairing doen. Hè. We hebben een aantal mooie referenties bij van Duvel Moord gehad. En op deze Chariot werken we nu samen met een aantal hele mooie kazen van kaaseffeneur van Tricht. Hè. Dus we wandelen ermee rond. Dat geeft ons de mogelijkheid om iedereen in deze ruimte een beetje te gaan bereiken. Hè. Tegenover dat je ergens in een hoekje staat, is dat soms wat moeilijker om al het publiek te bereiken. Maar met deze Chariot, hij is op on wheels, hè, dus kunnen we iedereen gaan bereiken. Ik zie hier Liefmans staan ook. Ja, Liefmans is een van de referenties van Duvel Moord gehad. Het behoort dus tot de groep Duvel Moord gehad. Daar hebben we twee mooie referenties bij. Dat is een Liefmans Gouden Band. Dat is eigenlijk een oud bruin uit Oudenaarde. Drie keren bekroond tot beste Belgische bier in zijn categorie met een gouden medaille. Dus is geen klein bier. Hè. Hoort wat tot de wijnachtigen en valt zeer in de smaak bij dames. Hè. Verder heb ik nog een Liefmans Kriek Brut bij. 100% Belgische krieken. Een zeer aangename, zachte kriek. Dus zeg zomaar geen kriek tegen een Kriek Brut. Want het is echt een masterblend. Hè. En onze Duvel natuurlijk, hè, beter bekend als de gouden champagne onder de bieren. Hè, dus het parelen in uw glas. Hè. Ik zie hier ook de kazen, dus twee aparte kazen bij, of drie zelfs. Ja, drie. Wat past er bij de Duvel bijvoorbeeld? Bij de Duvel serveren we momenteel onze Old Groendaal. Dat is een brokkelkaas uit Roeselaren. Zeer mooie zoutkristallen dat het kaasje... Die ligt hier, hè? Ja, die ligt hier. Een hele mooie brokkelkaas. Dus de bedoeling is dat de mensen gewoon eigenlijk gaan lossteken. Het is fingerfood. Mensen kunnen gewoon een stukje kaas nemen. Anderzijds hebben we ook onze Comté. Die heb ik nu niet bij. Maar past ook perfect bij onze Duvel. Hè. Comté, 24 maanden rijping. Voor Saint-Antoine. Het zijn allemaal kazen van kaaseffeneur van Tricht. Voor verder te gaan heb ik de Torta de Oveja bij. Torta de Oveja is een Spaanse lepelkaas uit het noorden van Spanje. Is het daar rechts beneden? Nee, die ligt eigenlijk hier in het midden. In het midden, ja. Dat is een lepelkaasje. Ongepasteuriseerde rauwe schapenmelk. Geeft een zeer, zeer mooie combinatie met onze gouden band. En dan eindig ik nog met onze Gorgonzola Dolce. Dolce, de naam zegt het al zelf, is eigenlijk zacht, zoet. Hè. Dus niet te vergelijken met eender welke gorgonzola. Hij brengt echt het smeugen naar boven. En dat maakt het ook aangenaam voor mensen dat niet zo over een blauw schimmel zijn. Die weten dit zeker te appreciëren. Ja, we staan hier vandaag in Antwerpen voor Gelle van de Caveien en Eddy van Keer. Valt dat zo'n beetje mee rondlopen met zo'n chariot? Ja, prachtig. De mensen zijn altijd... heel enthousiast over ons verhaal dat we brengen. Ze kunnen genieten. Het is een prachtige zondag. Er is veel volk opgekomen. En schoon volk. En schoon volk, inderdaad. Je zegt het mij, je vertelt het mij. We zijn er al een aantal aan onze chariot geweest, dus dat is altijd leuk. Hè. De dag kan niet mis toe. Mijn dag in ieder geval niet. En ik hoop die van jullie ook. Dank je, Joachim.